Oké, ik ben nu onderweg naar Geel, want ik ga eten met Jolien en Jenno in de post. Dus kijk er naar uit. Even geleden. Het zal wel tof worden. Ik ben er! Hey! En ik heb Aperol Spritz en zij drinken geen alcohol, dus ze hebben alcoholvrij. Ja. Ja. Al 2,5 maand, hè? Ja. Oh. Ik minder. Ja. En jij hebt een Aperol Spritz met daar een alcohol. Hè? School, ja. Wij gaan naar huis. Ja. Time to go to sleep. Het is 11 uur of zo. Schapenvak terug. Ja. Meh. Zijn we terug. We zijn weg. De kou trotseren. Ja. Jij pakt dat ook al mee. We zijn terug weg. Ja. Maar als ik thuis ben, ga ik ook slapen. Maar ik ga morgen verder vloggen. Ja. Vergeet zeker niet deze twee toffe mensen te volgen op YouTube. Nee, ja, dat mag ook al. Maar ik ga nog verder vloggen. Ja, maar belangrijk, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat nu even. Ja. Dat is heel belangrijk. En op hun kanaal. Op Jolien en Jenno. Maar ik zet het hieronder in de beschrijving. Doei! Bye. Hallo, het is de volgende dag. En... Oh god. Ik ben Milka en we gaan wandelen aan de Paalse Plas. Sst, ja, maar het is way too excited, hè. We gaan zo uitstappen. Oh graag. Oké, let's go. Leuk hè, Milka. Gaan we nu naar huis? Ja, gaan we naar Ellie? En naar Celine? En Nick? En Noah? Oké, kom, we gaan naar huis. Hè? Ik ben ondertussen bij Celine en Nick. De Belgen. De Belgen, Thomas Hopper en Noah. We gaan hem nu een piercing laten schieten, want die vorige was ontstoken. Dus nu hebben we zo'n speciale piercing. Nathan is hier. Allee, hij is net naar buiten even iets halen. Maar ja, het is ons piercing zetten, ons Tudex. Hey Nathan. Oké, we gaan. Wie gaat eerst? Jij. Jij bent badass, hè? Gaat je schrikken? Ja, sinds je bevallen bent, dan heeft hij wel niks meer bang of geen pijn meer. En Celine gaat dus dat roze vlindertje pakken. Toch liever deze. Ja, de Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Dat heb ik nog niet eens gezien. Oh, dat is ook wel schattig. Oh, en dat beertje. En ik als bijders ga toch voor de toekomst. Ja, dat denk ik. Pas wel weer. Echte gangster. Ik doe dat, hè. Schrammen. Ja, moet ik je handje wassen? Moet ik echt je handje wassen? Oké. Okay. Ai, ai.
zit de grens, hè? Zo, kijk. Pretty, hè? Is toch nog mooi, vind ik? Oh ja. Woehoe! Yay! Oké, okay, besloten. Ik heb er nu toch. Ja, maar dat is maar een gaatje, hè? Selina en ik zijn aan het discussiëren hoeveel gaatjes aan de andere kant. Je kunt ook aan de andere kant nog een gaatje bij doen, dan heb je er 2 en 3. Ja, dan moet ik er 2 bij doen, hè? Ja. Wat je wel? Ik ga nog een 4 hiernaast. Dat het al even is, zo. Ja. Ah. Ondertussen zijn we Brows and Beyond uit. We gaan voor onze microblading touch-up. Mijn vorm is al bijgetekend. Dan gaan we beginnen met microbladen. Deel 1 is gedaan. Nu is de verdovende zalf aan het intrekken en dan gaan we nog eens. En het zit erop. Zo zien ze eruit. Kei mooi. Ze gaan natuurlijk nog een klein beetje vervagen. En ze gaan nog eens zo afpellen eigenlijk, of hoe zeg je dat? Maar dat gaat deze keer allemaal veel sneller gaan. Ik ben kei blij. We zijn klaar, hè. We gaan nu naar huis vertrekken. Yes. En dan ga ik frietjes eten! Woehoe. Maar ik heb er wel gisteren al gegeten. Dus vandaag is het mijn. Ja.